Double the people. Gisteren speelden onze Red Flames hun tweede match van het EK. Frankrijk won wel met 2-1, maar wat een zenuwslopende match was dat echt waar. Een van de speelsters heeft voor ons speciaal haar wekker gezet. Goedemorgen, Tine de Kenny. Goedemorgen. Ben je een beetje wakker al of toch nog vrij moe? Nee, toch nog wel een beetje moe. Ja. Ik hoor het een beetje in uw stem. Ah, wat bekomen van de match gisteren? Ja, dat wel. Dat wel. Ik denk wel dat we een goede wedstrijd gespeeld hebben en dat we er wel best fier op mogen zijn. Ja. Ondanks dat we wel natuurlijk 2 verloren hebben. Maar dat zal wel. Ja, het was echt. Ik vond dat jullie super goed gespeeld hebben. Zeker die tweede helft. Dat was ineens precies. Dat het allemaal eens zo goed ging. Dus ik vraag mij dan af, ja, was het gewoon Frankrijk die slechter speelde in de tweede helft? Of hadden jullie ineens peper in je gat gekregen en huppakee, alles geven? Of? Ja, nee, ik denk door die goal te maken in de eerste helft, dat we er zeker wel geloof in. En op zich was 2-1, dus alles kon nog. En ik denk dat we echt gewoon goed in de wedstrijd zaten en echt als team gespeeld hebben. Ja. En oké, we hebben niet al te grote kansen gecreëerd, maar we hebben wel veel balbezit nog gehad in die tweede helft. En toen ook wel een beetje meer druk kunnen zetten. En ik denk dat Hans wel vertrouwen gaf om zo goed te spelen op zich. Dus ik denk dat dat wel onze verdienste was. Ja, ja, zeker. Ja, ik weet nog heel goed dat er zo echt een paar supermooie acties waren. Ik was onder de indruk. Dus dat was heel leuk om te zien, ook als supporter alleszins. Ja, er zijn nu 2 matchen geweest. Maandag is de volgende. Die zal bepalen of jullie naar die kwartfinales gaan of niet. Brengt dat dan extra stress met zich mee? Of hebben jullie wel manieren om kalm te blijven? Goh, dat is wel een beetje stress natuurlijk, hè, want je weet wat er van afhangt. We moeten die match wel echt winnen, maar ik denk dat we daar nu nog niet te veel mee moeten bezig zijn. Het is nog 3 dagen. En ik denk ook dat het een gezonde stress moet zijn en dat niet de stress kan bepalen hoe dat we die wedstrijd gaan aanvatten. Dus ja, laten we hopen dat het... laten we de match eigenlijk eerst goed analyseren en Italië ook analyseren. En dan volle bagger tegenaan de maandag. Hè. Ja, want hoe ziet dat dan nu? Hoe bereid je je dan voor daarop, op die volgende match? Hoe zien die dagen ertussen er nu uit? Trainen jullie nog veel of is het meer tactisch? Of hoe ziet dat eruit? Vandaag bijvoorbeeld is gewoon recovery en voor de rest zijn we vrij. Het is gewoon rust. Sightseeing een beetje dan misschien daar? Of? Nee, dat niet. We blijven wel in het hotel, ook met de corona en zo die al aan het oplopen. Ja. Dus dat geen risico's nemen. En voor de rest is het inderdaad gewoon wel nog wat trainen, maar het is inderdaad veel tactisch. En ons voorbereiden op Italië en zien wat zij doen en wat hun sterktes zijn en waar dan hun zwaktes liggen en waar wij van kunnen profiteren eventueel. Om ons zo optimaal voor te bereiden voor die match maandag en te zorgen dat we er klaar voor zijn. Ja, inderdaad. En ja, ik moet ook bekennen, Tim, het is de eerste keer voor mij dat ik eigenlijk een vrouwenvoetbaltoernooi aan het volgen ben. Maar wat me opvalt, is die hoffelijkheid waarmee gespeeld wordt. Speelsters die vallen, die worden terug recht geholpen door tegenstanders en al. Ja, dat zie je bij de mannen toch niet? Nee, dat is waar. Ik denk dat er in het vrouwenvoetbal heel veel respect is voor elkaar en ook de onderlinge teams. En dat zag ik ook wel gisteren in Frankrijk. Ik denk ook de manier waarop wij spelen, dat ze wel echt respect voor ons hadden. Mm-hmm. En dat is wel mooi en dat zie je wel aan het vrouwenvoetbal. Ja, dat is echt iets moois om te zien, inderdaad. Ik word daar zo blij van als mensen lief zijn voor elkaar. Maar zeg, zijn er eigenlijk voor jou veel supporters afgezakt naar Engeland? De eerste match wel. Ik denk dat ik zo'n 10 supporters had. Oh. Natuurlijk, gisteren was het ietsje moeilijker, omdat hij Rotterdam was. Dus de verbinding was wat moeilijker. Dus alleen mijn mama was daar. En met mijn stiefpapa. En dan de tweede match normaal gezien komt mijn papa ook weer. Dus ze doen hun best wel. Ah, zalig. Ja, super tof alleszins. Ik kijk er naar uit om jullie maandag te zien knallen tegen Italië. We gaan keihard ons best doen. Hoe schat je de kansen zelf in? Ja, hoog. Ik denk, we moeten er vertrouwen in hebben. En we moeten er gewoon volle bak tegenaan gaan, zoals gisteren. En ik denk, als we spelen zoals gisteren tegen Italië, dan zijn al de kansen wel zeer hoog. Om ze af te maken eigenlijk. En om toch hopelijk naar de volgende ronde te gaan. Ah wel, ik duim keihard mee die kwartfinales. Daar gaan we nu volle bak voor. Zeg, en als jullie dan verder geraken, dan moeten we misschien gewoon nog eens bellen om te checken hoe het gaat daar, hè? Ja, dat is goed. Dat is goed. Veel succes nog en een goed recupereren van gisteren, hè? Salut! Ja, dankjewel. Salut, tada. Wat je deze vakantie ook.